Buner, de vriend van Lisa. Spannend zo hier voor de medal race. Zeker spannend. Ik voel het wel echt in mijn lichaam. En als ik zo alle Nederlandse sporten spreek, dan voelt iedereen het wel. En ik hoorde zelfs mensen die moeite hadden met hun ontbijt. Dus kan je nagaan hoe spannend het voor Lisa en Lopke is. Maar wij kunnen er niks meer aan doen. De support is geweest en nu moeten ze het laten zien. Nu moeten ze gewoon zelf die plak nog even binnenslepen. Dat even, dat laat ik nog even weg. Want dat even, dat zal best wel zwaar worden voor hen. Maar ik heb absoluut de geloof in ze. En ik hoop op een goede afloop. En ik denk dat we gewoon met z'n allen vanavond staan te feesten. Dat is de bedoeling. Hey, met deze weersomstandigheden, licht windje, kunnen ze dat? Ja, gelukkig is de wind aan het bouwen. Vanochtend stond er helemaal niets en hij bouwt langzamerhand door naar tussen 10 en 15 knopen. En ze kunnen absoluut, zeker met een medal race met weinig wind, heel goed presteren. Dat is ook een van de punten waar ze de afgelopen 4 jaar heel hard voor gewerkt hebben. Om met weinig wind rete goed te worden. En we gaan zien vandaag hoe goed. Is het voor hun al jammer, jullie zijn gisteren nog even lekker met op stap geweest, dat ze gewoon dat goud niet meer kunnen pakken? Ja, zeker. Grote teleurstelling. Ik heb Lisa in de 14 jaar dat we met elkaar gaan weinig keren zo gezien. Dat ze zo diep teleurgesteld was. Maar aan de andere kant ook ongelooflijk realistisch. Want ze was het echt op het moment dat ze het besefte aan het verwerken om klaar te zijn voor vandaag. Om het uit de weg te krijgen, uit het systeem te krijgen, zodat ze voor de volle 100%. En laatst sprak ik Dennis, vriend van Lopke. Zelden, idem dito. Echt twee topsoort vrouwen. Nou, ga maar heel hard supporten nu. Hard juichen en hopen dat ze die plak nog binnenslepen. Dat gaan we echt zeker doen. En we gaan echt de long aan ons lijf schreven. Bent u er klaar voor? Ik ben er klaar voor, ja. Als moeder van? En moeder van Lopke Berkhout. Ja, ja. Het is jammer dat het van de week natuurlijk een beetje mis is gegaan. Twee races. En je kan je maar één slechte permitteren en geen twee. En zo is het gewoon. En ze moeten het nu nog even doen. En anders is het wel een hele teleurstelling, moet ik zeggen. Ja, want een doel was natuurlijk van tevoren ook goud. Ja, en goud en zilver, dat is natuurlijk geen haalbare kaart meer. En dat heb ik van de week echt even behoorlijk moeten slikken. En zij denk ik ook wel. Maar ja, het is zoals het is. En je kan er niks, je kan er geen spat aan veranderen. Dus ik hoop van ganser harte dat ze derde worden. Hoe hard gaat u gillen? Nou, het dak gaat eraf, maar er is hier geen dak. En ik denk niet dat ik boven de Engelsen uitkom. Nee. Het is wel jammer, want anders hoorde hij me er bovenuit, hoor. Maar we zitten hier met een hele grote groep, ja. Dus we kunnen proberen. Ja, we gaan het proberen, tuurlijk. En we hebben natuurlijk de klappers bij ons. Dus het moet gewoon helemaal te gek worden. En ik bid God op mijn blote knieën dat het lukt. En dat doen ook meer dan 200 andere Nederlandse supporters die hierbij aanwezig zijn. Lisa Westerhof en Lopke Berkhout maken het spannend. Ze krijgen nog een penalty tegen en het is doodstil hier bij de Nederlandse fans. Maar dan lijkt het er toch op dat ze het brons gaan pakken. Ze liggen zesde. Als zij op deze positie over de finish komen, pakken zij het brons. Met de Nieuw-Zeelandse die als eerste finishen, pakken het goud. De Engelse het zilver. En de Nederlandse Lisa Westerhof en Lopke Berkhout winnen brons.